Vakcentrale C47 geeft de regering 2 weken de tijd om met een antwoord te komen op het schrijven dat ze hebben gericht aan het staatshoofd. Met de minister van Bibis waren er harde afspraken gemaakt ten aanzien van de energieverhoging. Men zou in feite kijken naar wat zaken zoals een efficiëntere kostenberekening voor onze stroomrekeningen. Maar dat is uitgebleven. En wat we nu hebben gehad per 1 september is de 10% stroomverhoging. En dat zal funeste gevolgen hebben voor vele huishoudens in de samenleving. Nu al hebben heel veel gezinnen heel veel moeite om het hoofd boven water te houden. En met een extra 10% verhoging, dat zal extra kosten met zich meebrengen. Wat er ook verder zal gebeuren, is dat deze 10% ook zal worden doorberekend in alle prijzen en ook nog diensten. Vandaar dat de C47 dan ook een schrijven heeft gericht aan de president om de verhoging van 10% terug te draaien en of aan te houden. We spraken hierover met C47 voorzitter Claudette Etnel, die als volgt hierop inging. We hebben al een tijdje hebben gevraagd tijdens de meetings met de minister, met de cluster ook en met de minister, om te kijken naar de energietarieven, omdat ja, het is niet haalbaar voor de mensen en met name de werknemers in de lagere klasse. Natuurlijk ook de hogere klasse gaan het voelen, maar natuurlijk de prioriteit zijn onze werknemers. En we hebben gevraagd van minister, hou het even aan, laten we eerst kijken naar de andere punten alvorens we overgaan tot energieverhoging. En we begrijpen dat jullie een onderhoud hebben gehad met de minister van Bibis, waarbij wat toezeggingen waren gedaan. Wat waren de toezeggingen? De toezeggingen waren eenvoudig dat de minister dit zou bespreken met zijn collega's, nagaan en kijken van inderdaad wat gaan we eraan doen. En natuurlijk verwacht je dan van er komt een positieve resultaat eruit, maar helaas is dat uitgebleven. We zien gewoon dat het doorgaat, eerst met 15% en nu weer 10%. Jok hier dus maar. Ja. En ik begrijp uit het schrijven dat er was aangegeven dat wij, ik zal een zin eruit lezen, heer president, we wensen u eraan te herinneren, met de sociale partners is afgesproken om het rapport van Ernst & Young, waarin is opgenomen het traject om een kostenefficiënter tarief vast te stellen. Dat is ook niet gebeurd. Nee, wel daarom. En vandaar dat we dan deze brief hebben gestuurd, want eigenlijk zie je ons als, ja, als wat. Je hebt met de vakbeweging gesproken, maar je zegt niet wat er besproken is en wat het resultaat zou moeten zijn dat de vakbeweging geëist heeft. En we hebben gevraagd expliciet van kijk naar het rapport van Ernst & Young, want die hebben aangegeven dat de berekeningen niet kloppen. En aan de hand daarvan gaan we dan kijken, samen zitten van hoe gaan we dit opvangen. Kijk, de regering komt met een heleboel maatregelen, maar wat is het sociaal gedeelte om de mensen te helpen met de opvang hiervan? Dat hebben we niet. Ja. En dan lees ik hier verder, we doen daarom een dringend beroep op u om de aangekondigde verhoging van de energietarieven aan te houden of terug te draaien en vervolgens de eerder gemaakte afspraak voor een kostenefficiëntere energietarief na te komen. Klopt, en dat is de eis die we hebben gesteld. Ik hoop dat hij daarop reageert, snel reageert en daarop wachten we nu. Ik lees ook uit het schrijven dat jullie grootste zorgpunt is dat nu met de tweede verhoging van 10% dat sowieso doorberekend zal worden in de prijzen. Want nu al kan men het hoofd nauwelijks boven water houden en nu met de 10% zullen zaken en diensten dus duurder worden. Dat klopt en je moet nagaan bij de onderhandeling wordt het voor ons ook steeds moeilijker. Want waar gaat die werkgever dat vinden voor die arme werknemer? En dan moet je ook realistisch zijn, want die werkgever gaat het ook niet meer halen. Je gaat blijven vragen, maar van een kale kikker kunnen we geen veren plukken. Ja. En jullie schrijven dus dat om deze eis kracht bij te zetten, wordt een ultimatum van 2 weken na ontvangst van dit schrijven dus verbonden. Ja, als het aan mij lag was het een week, maar afijn. De meerderheid bepaalt en we moeten natuurlijk de mensen de tijd geven om te reageren. We zijn ook een beetje realistisch, maar ik zeg je eerlijk, als het aan mij lag was het binnen een week. Want kijk hoe lang we al vragen en hoe lang we praten. Ja, maar we hebben veel gehoorde kritiek, mevrouw Etnel, dat we horen bij de vorige regering
werden ook verhogingen doorgevoerd. En we hoorden steeds de luide stem vanuit de C47, vanuit de vakbond. Maar men zegt, dat is nu bijna wegkomen te vallen. Klopt dat? Dat klopt niet, want we zijn nog steeds bezig en we houden de regering op de pols. Want wat is gebleken is ook van, de regering roept je om te praten en wij gaan ook, en we komen met maatregelen, sociale maatregelen van, you know, if you voer this in, als het nou IMF is of niet, hou rekening met de mensen en kijk wat er daar tegenover staat. Maar we laten onze stem wel horen. Het probleem is, als je in onderhandeling bent, kan je niet direct op straat gaan. Dus wat dat betreft is dit weer een van de sets die de regering gespleegd heeft om ons weer een soort van, ja, eigenlijk niet voor de gekhouwerij, maar je houdt je niet aan je afspraak. En het zijn ook een beetje zat natuurlijk, want intussen, inderdaad, afvallig ik rapeer. En hoe lang ga je nog wachten? Daarom zeg ik je, als het aan mij lag, was het 1 week. Maar oké, meerderheid bepaalt 2 weken, dat is het 2 weken. Maar in hetzelfde schrijven staat, mevrouw Etnel, dat acties niet zijn uitgebleven na die 2 weken. Natuurlijk niet. Hoe lang gaan we nog meer kunnen wachten? Want hoeveel ga je overhouden als consumer? Nu al hebben mensen geen geld. Kijk, de vakantiegelden waren er. Voordat je denkt, worden de mensen allemaal bloot. Ook to me too. Dus wat ga je wachten? Hoe lang ga je wachten? Dus we geven ze een ultimatum. Mensen moeten weten dat als er niets gebeurt, dat er inderdaad acties gaan komen.